Het zuiden van de provincie heeft een nieuwe bisschop. Gerard de Korte is vandaag ingewijd in het bisdom Den Bosch. Goedenavond. En verder in Gelderland vandaag. Ze willen al jaren dat het Apeldoorns kanaal bevaarbaar wordt voor de plezierjacht. Maar ze zijn bang dat de provincie begint te twijfelen. Ja, nu schijnen er ineens weer andere ideeën te zijn over dat bevaarbaar maken. Van moet het nou zo nodig voor die wat grotere boten? En kunnen we niet volstaan met kano's en roeiboten? En in slaap vallen bij een concert, dat kon gewoon in Nijmegen. Voor een kerkdienst is steeds minder belangstelling. Maar voor de installatie van een nieuwe bisschop is belangstelling genoeg. Gerard de Korte is de nieuwe bisschop in het bisdom Den Bosch. Daar valt het zuidelijk deel van de provincie onder de Waal ook onder. En daarom waren er vanmorgen genoeg afgevaardigden uit Nijmegen bij. Voor pastoor en deken Henk Jansen van het dekenaat Nijmegen is het een bijzondere dag. Jansen is al lang pastoor, maar een inhuldiging van een nieuwe bisschop maakt hij nog niet eerder mee. Laat staan van zo dichtbij. Ik mag met de andere dekens concelebreren, dus samen de eucharistie vieren, samen met de bisschop rond het hoogaltaar. In maart werd bekend dat Gerard de Korte de nieuwe bisschop van Den Bosch zou worden. Hij volgt monsignor Anton Hurkmans op. De Korte was sinds 2008 bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Van het bisdom met het minste aantal katholieken gaat hij nu naar het bisdom met de meeste gelovigen. Ik heb hem donderdagmiddag ontmoet in de dekensvergadering. Hij komt bij mij over als een open persoon. Iemand die heel goed luistert en die eerst goed wil luisteren en dan iets gaat zeggen. Nou, laten we daar dan maar mee eens beginnen. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Zelf las pastoor Jansen ook nog een fragment voor tijdens de dienst en deelde hij hosties uit aan de gelovigen die ter communie gingen. Dat hoort bij de functie, maar het blijft speciaal. Het leek eigenlijk allemaal al in kannen en kruiken. De bruggen in Wapenveld over het Apeldoornskanaal zouden beweegbaar gemaakt worden, zodat er vanaf Hattem gevaren kan worden met plezierjachten. Maar volgens de betrokken stichting rommelt het op het provinciehuis. En dus gaan ze opnieuw lobbyen voor die beweegbare bruggen. Een kind van het kanaal is hij, Rick Scholten. Zijn vader was sluiswachter in Hattem. En nu strijdt hij al meer dan 20 jaar voor het bevaarbaar maken van het Apeldoornskanaal voor de pleziervaart. Destijds lag het er verpauperd bij. Zo even zonde dat we dit allemaal naar de Filistijnen laten gaan. Jongens, laten we wat doen met dat kanaal. Scheepvaart moeten komen, net als in de 19e en 20e eeuw. Nou, ik zie eigenlijk die turfschepen zie ik al liggen daar zo. Ja, absoluut. Zou toch geweldig zijn? Hattem is er qua bruggen al helemaal klaar voor. Het kanaal tot aan Heerde is voor miljoenen gebaggerd en opgeknapt met nieuwe kades. De stichting dacht zelfs al na over een oplossing om in Apeldoorn te komen. De bootkonveier over de A50. Maar nu komen er volgens de stichting ineens twijfels vanuit het provinciehuis, de grootste scheldschieter, over de laatste twee Wapenveldse bruggen. Dan is het dus onmogelijk om het kanaal te bevaren met een plezierjacht. En dus zetten ze alles op alles. Maar die zorgen is heel groot. Als je het nu niet doet, dan komt het niet weer. Daar ben ik zo bang voor. Nou zijn we aan de afrondingsfase bezig en nou ineens worden er allerlei obstakels opgegooid. Ik snap het niet. Echt niet. De provincie Gelderland zegt in een schriftelijke reactie dat ze nog altijd 3,1 miljoen beschikbaar heeft voor het project. Maar dat nog onderzocht moet worden hoe de bruggen in Wapenveld eruit komen te zien. De betrokkenen halen nu al hun lobbykwaliteiten uit de kast om die bruggen open te krijgen. Ja, wat de leden in ieder geval al hebben gedaan is een brandbrief geschreven aan de leden van de Provinciale Staten. In slaap vallen tijdens een klassiek concert, dat is niet echt netjes. Maar daar hadden ze vannacht in de vereniging in Nijmegen niet zoveel moeite mee. 70 mensen konden daar ongegeneerd tijdens het concert in slaap vallen. Het is misschien wel de grootste angst bij een klassiek concert. Ik heb nog wel eens de neiging om tijdens een concert te gaan knikkenbollen of bijna in slaap te vallen. En hiermee kan ik het mooi combineren, dus het is een prachtige combinatie. Het hele concept spreekt me aan. Lekker met muziek in slaap vallen.
Zonder dat je na de leuke klanken weer op moet staan en naar huis moet rennen en weer wakker moet worden. Het idee komt van Bram van Sambeek, die zocht naar ideale muziek om mensen wakker te spelen. Maar ja, daarvoor moet je ze natuurlijk ook eerst in slaap spelen. En dat bleek eigenlijk nog uitdagender programma. De muziek van vanavond doet zijn werk. Meneer, slaapt u al? Nog niet, maar het scheelt niet veel. Maar wil iedereen wel echt gaan slapen? U heeft de bedden gezellig tegen elkaar geschoven? Ja, natuurlijk. Het moet wel gezellig zijn, hè? Maar u weet toch, er moet wel geslapen worden. Oh, nou ja, dat gaan we dan vanzelf beleven. Uiteindelijk is iedereen onder zeil en 's morgens worden ze weer met muziek gewekt. Heeft u wel een beetje goed geslapen? In etappes, maar ik denk ook wel omdat het zo bijzonder is waar je bent, dat je heel alert bent. 'S Nachts ging het gewoon door, het concert, het gewoon een snurkenconcert. Een paar jaar geleden won ze de Voice Kids, maar ze wordt groter. En nu zingt Laura van Kaam samen met Karin Bloemen. Straks meer, nu eerst verhalen over een spin die zo belangrijk zijn dat we ze moeten blijven koesteren. Het gaat over spin Anansi, de hoofdpersoon in verhalen die hun wortels hebben in het slavernijverleden. Anansi is blij dat hij nu alles heeft. Hij heeft geld, hij heeft jenever. Vanmiddag zijn er verhalen verteld in het Openluchtmuseum in Arnhem. De oorsprong van de verhalen ligt in West-Afrika. Tijdens de slavenhandel kwamen de verhalen naar Suriname en naar de Antillen. En door de migratie van na de oorlog zijn ze in Nederland terechtgekomen. En dit seizoen worden de verhalen over de belevenissen van spin Anansi nog veel vaker verteld in het museum. Maar om ze echt niet te vergeten, zijn ze ook vastgelegd in de lijst Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het is gisteravond rustig gebleven in de Edese wijk Veldhuizen. De rechtse organisatie Identitair Verzet had aangekondigd te patrouilleren tegen straatterreur in de wijk. Mensen van buiten Ede werd afgeraden om naar Veldhuizen toe te komen, maar daar luisterde niet iedereen naar. Beetje de buurt in de gaten houden. Sinds een buurman tijdens het uitlaten van de hond toevallig wist te voorkomen dat een auto in brand werd gestoken. Nou, ze probeerden een molotovcocktail in de ruit te gooien. Lopen Joni en Ellen extra alert rondjes door hun eigen buurt. We kijken gewoon wat voor mensen we op straat zien en wat mensen aan het doen zijn op straat. Als je hier niet woont, blijf dan liever weg, waarschuwde burgemeester en politie gisteren. De boete op het samenscholingsverbod kan €5.000 kosten. Ik vind niet dat heel Nederland erbij hoeft te komen kijken, want het wordt gewoon heel erg uitvergroot. Ik zou gewoon zeggen van ga lekker in je eigen wijk kijken. Naar Ede hoef je niet te komen. Dat kunnen jullie zelf wel in de gaten. Ja, de politie is er ook genoeg. Deze mannen van de rechtse protestgroep DSDA trekken zich er niets van aan. Gisteravond flyeren ze hier in Veldhuizen. DSDA, waar staat dat ook weer voor? Dutch Self Defense Army. De mensen in Ede zeggen, we kunnen onszelf wel verdedigen. Daar hebben we niemand bij nodig buiten de wijk, want daar wordt het alleen nog maar erg van. Nou, buiten de afgelopen 2 weken heeft zich laten zien dat de buurtbewoners en de politie dat hier wel degelijk niet kunnen. De politie sommeert ze de wijk te verlaten en dus gaan ze maar terug naar hun eigen wijk. De zon liet zich wel zien, maar er was vooral veel regen op Nationale Molendag. Dit is Korenmolen De Maagd. Aan het eind van de middag straalt de zon, ratelen de raderen boven in de kap en kraken de wieken van plezier hier in Hulshorst. Maar vanochtend was dat wel anders. Het was rustig vandaag. Het was slecht weer, hè? Was slecht weer, ja. Nu gaat het beter. Ja, nu schijnt de zon. Zijn er wel mensen gekomen? Jawel, een stuk of 50. Ja, houdt niet over. Christa is de enige vrouwelijke beroepsmolenaar van Nederland. Op gld.nl ziet u welke molens morgen ook open zijn. Wie een record wil vestigen, moet vaak een lange adem hebben. En dat geldt ook zeker voor hockeyers in Duiven. Daar wordt dit weekend een poging gedaan om het wereldrecord langste veldhockeymarathon te verbeteren. En daarvoor moeten de spelers van MHC de Westerduiven meer dan 52 uur achter elkaar hockeyen. Ze doen het ook omdat ze jarig zijn. De club die bestaat namelijk 25 jaar. Vrijdagavond is er gestart en sindsdien wordt er onophoudelijk gehockeyd op de velden van de Westerduiven. Een hele opgave voor de spelers.
Net regende het heel hard, wist ik even niet meer waarom ik het deed. Maar ik weet zeker dat het is het wel waard. Het is me nog niet gelukt om te slapen, maar ja, in de benen begint het toch wel een beetje zwaar te worden. Zo zijn er meer. Het is dan ook opvallend druk bij de fysiotent. Deze meneer heeft last van de onderste rugspieren. Nu al? Nu al. We doen ons best om ze een beetje op de been te houden. Voor een wereldrecord gelden strenge regels. Zo dragen niet-spelers speciale hesjes en mag er alleen in tentjes vlak naast het veld geslapen worden. Alles moet je vastleggen in een logboek. Je moet het vol continu filmen. Dus we hebben 5 camera's staan die het hele veld en ook hier dit stuk met de tentjes continu filmen. En dat moeten we allemaal aan gaan leveren als bewijsmateriaal. Pas zondagavond weten we of het record binnen is. Van kindsterretje naar wereldster. Laura van Kaam uit Dinxperlo won als 14-jarige de talentenshow The Voice Kids. Nu, jaren later, wil ze een stap gaan maken om ook als ze straks volwassen is een ster te zijn. Een steuntje krijgen van zangeres Karin Bloemen. Als je van haar een masterclass kan krijgen als 17-jarig talent, dan let je echt wel goed op. Ik ben door Karin gevraagd. Dat is natuurlijk echt al een supergroot compliment. Maar ja, het is voor mij een ontzettend grote eer dat ik hier aanwezig mag zijn. En dat ik van zulke masterclasses mag krijgen op zo'n hoog niveau. Ja, daar ben ik heel blij mee. Zo lachen. Ja, die is echt zo gebeden. Ze zien mij als talent van de toekomst en op die manier coachen ze mij, zeg maar, om meer ervaring op te doen en dingen te leren waar ik me eigenlijk niet echt mee bezig hou. Laura van Kaam won 3 jaar geleden het 2e seizoen van The Voice Kids. Speelde daarna voor de koninklijke familie, had een internethit met een lied over de aanslagen in Parijs en is ambassadeur voor War Child. Daarna speelt ze komende zomer op de Zwarte Cross. Toch heeft ze nog genoeg dromen over. Ik zou wel heel graag een keer in een stadionconcert met mijn gitaartje, een spotje. En dat is echt wel een hele zaal stil krijgen. Dat is echt een van mijn allergrootste dromen. Aan talent ontbreekt het niet. Volgens haar nieuwbakken zanglerares heeft Laura nog een grote toekomst voor zich. Ze zou er hele leven ervan kunnen eten. En drinken, en slapen, en wonen, en werken, en reizen. En ook nog leuke dingen doen ervan. Weet je, dus het is zeer de moeite waard om in ieder geval de handreiking te doen. En het is aan haar of ze het wil en of ze daarvoor kiest. Want misschien zegt ze wel over 4 jaar, nee, ik had toch geen kunnen studeren. Ja, dat kan ook. Maar ik vermoed zomaar, als ik er zo zie achter die vleugel, dat het wel goed komt. Ja, er gebeurde veel deze week in Gelderland en dit is een samenvatting daarvan. Een schokkende vondst in een café in de Nijmeegse wijk Malvert. 2 broers, Najim en Otman, worden er dood gevonden. De politie pakt 2 mannen op. Ook de verdachten zijn 2 broers, Bjorn en Gjordan D. Hoe doet hij dat? Die spoel ik helemaal uit, ook met warm water, om het laatste restje te kunnen verspuiten. Controles op bestrijdingsmiddelen in de fruitsector. Bijna 15% van de fruittelers houdt zich namelijk niet aan de regels. Een vrachtwagen botste op een hoogwerker in Zevenaar. Een man van 22 uit Oldebroek komt om het leven. Een andere inzittende van de hoogwerker raakt zwaar gewond. Het dorp, de woonwijk voor gehandicapten bij Arnhem, is aan vernieuwing toe. En wie kan daar beter het startsein voor geven dan de vrouw die aan de wieg stond van de wijk? En dat het er nog is en dat het functioneert en dat het plannen heeft voor de toekomst, dat is toch te mooi voor woorden. Dat had ik nooit verwacht. Ze zijn ternauwernood gered. De kittens die in een boodschappentas waren gedumpt in Velddriel. Nou, de mensen zorgen zelf niet goed voor moederpoes eigenlijk, hè. Sterilisatie is toch wel heel belangrijk. Wielrenners kregen er splinters van als ze onderuit gingen. En dus wordt de houten wielerbaan van het Omnisportcentrum in Apeldoorn vervangen. Het hout mocht gratis worden opgehaald. Waar ik het voor ga gebruiken? Nou, voor iets waar ik nou geen behoefte aan heb, dat warmte. En dan gaan we nog naar het weer in Wageningen. Daar staat Reinier van den Berg.
Het land in Gelderland ligt er nog droog bij, maar dat kon wel eens gaan veranderen deze week. Er vallen al wat lichte buitjes, maar vooral vanaf woensdag kon het wel eens wat serieuzer gaan regenen in Gelderland. En natuurlijk de temperatuurval, we hebben het gemerkt, het was kil vandaag. Temperaturen vaak maar van een graad of 10 door een noordelijke stroming en aanvoer van talrijke lichte regenbuien. Ook in Gelderland hebben we er wel een aantal gezien. Tussendoor ook wel van die donkere plekken op de satellietbeelden. Dat waren dan kortstondige opklaringen. En dat beeld houden we nog een paar dagen vast. Vanavond en vannacht weliswaar opklaringen, maar er kunnen ook nog wel wat buitjes voorkomen. Vooral over het noordwesten van Gelderland is dat heel goed mogelijk. Maar misschien ook wel verder naar het midden en zuiden. Temperaturen dalen tot een graad of 5 bij een matige noordwestenwind. En morgen overdag zien we wederom flink wat wolken aan de lucht. En zo her en der valt er ook morgen af en toe een korte regenbui uit. Dus helemaal droog zal het morgen niet zijn. Al zijn de totale regenhoeveelheden in dit soort situaties toch ook wel weer gering. Het betekent in ieder geval geen einde aan de droogte die er op sommige plekken toch wel is. Eerste Pinksterdag, wat buitjes dus. Maar ook zo af en toe een opklaring. Koud voor de tijd van het jaar, maar 11 tot 12 graden bij een kille noordwestenwind. Kracht 4. En ook tweede Pinksterdag valt er nog af en toe een buitje bij een graad of 12. Ook een paar opklaringen. Dinsdag droog. Daarna periode met meer regen, maar wel iets hogere temperaturen. En dit was dan Gelderland Vandaag met als belangrijkste nieuws de inhuldiging van bisschop Gerard de Korte van Bisdom Den Bosch. Hij volgt daarmee Hurkmans op. Meer nieuws online natuurlijk via de site of kijk eens bij ons op de app. Nog een heel fijne avond.